De afdeling onderzoek politionele zaken, OPZ, onderzoekt de zaak waarbij enkele agenten een ondernemer zwaar zouden hebben mishandeld afgelopen zaterdag. Dit wordt bevestigd door politiecommissaris Humphrey Naarden. De politietopper zegt dat hij nog geen details van de zaak kan prijsgeven. Of er maatregelen vanuit de korpsleiding zijn getroffen, is hem nog niet bekend. De redactie verneemt dat het slachtoffer verdacht werd van het overtreden van de lockdownregels. De agenten zouden naar zijn onderneming zijn geweest om de zaak te onderzoeken. Daar ontstond er vermoedelijk een woordenwisseling die uitmondde in een mishandeling. Het slachtoffer zou botbreuken en blauwe plekken hebben overgehouden van het geweld.